Hallo, ik ben Henk Grol. Jarenlang hebben jullie mij zien strijden op allerlei grote judo-toernooien. Na al die jaren strijd ben ik wel eens toe aan iets nieuws. Wie daagt me uit voor een mooie challenge? Wie durft er? Lisbeth. Hallo, Henk. Hi, Lisbeth, welkom. We gaan hier suppen vandaag. Hebben jullie al een keer eerder op een supplak gestaan? Nee, maar krijg ik een paddle of niet? Je krijgt een paddle? Mag ik mij slaan? Nee. Het is niet de bedoeling dat we elkaar eraf gaan gooien. Maar goed, ik zeg niks. Er zijn al zoiets in de regels wat toch een beetje grijs is. We hebben een goede uitdaging, want we hebben lekker veel wind. Aha. Dus de uitdaging wordt vooral gewoon lekker tegen de wind in peddelen. Okay. Sorry. En we hebben broodje. Henk heeft altijd honger. Iedereen start heel simpel staan op een bank en peddelen. Het is even iets anders dan die pizza, hè? Als ik hem niet had gerand, had ik gewonnen. Ja. Ik zat al te juichen en toen viel ik hier nog bijna zelf. Ik was gewoon in de wind rollen en ik dacht ik beuk hem gewoon voor de plank. Toch? Ja, dan komt met Judah weer naar mij. Hij ging eronder. Volgende challenge. We gaan nu pro paddling doen, hoor ik net. Dus het is zonder paddel, liggend op je buik als een soort ware... Kunnen we geen katamaran? Surf doet. Hey, vet tel je af. 3 punten. Niet klaar, want ja, Henk is judo, dus stoeien en vechten, dus we moeten elkaar natuurlijk van die plank afdalen een paar keer. Dus eerst die 3 keer win van de plank is, heeft de laatste challenge gewonnen. Round 1, fight! Final round, fight! You are the champion! Nou ja, was het dan? Paddleboarden. Wat vond je van? Ja, tof. Ik vond het ook wel leuk. We hebben natuurlijk wel super weertje gehad. Dus
Lekker warm. Lekker warm. Beetje stoeien. Beetje stoeien. Nou ja, volgens mij heb jij deze gewoon gewonnen. Dus gefeliciteerd. Ik geef de eer aan Jordi. Ik vind het goed. Ik weet niet of dat helemaal verdiend is, maar... Ik vond het wel hartstikke leuk, maar volgens mij moet jij nog wel even... Nee, ik wil nog even. Even het water in gooien. Ja!